toe heb ik nog een concert gegeven in Salzburg. In Salzburg? Mooi. Dat is waar dat Mozart begraven ligt. Juist. Ja, jij weet dat. Dat is waar dat Mozart begraven ligt. Ja. En ik doe dat net pas het gejok in Salzburg voor te beginnen met een stukje van Mozart. Ja, hè. Ja. Daar ben ik mee begonnen. En achteraf kwam die een inrichter naar mij en die zei dat Mozart zijn eigen roem gedrouwd had in zijn graf. Ja, en ik toen had ik ontzettend op Preston op het kerkhof, dat was Salzburg, hè. Nou, dat graf van Mozart. En met dat zelfde nummer dan nog eens gespeeld. Dat lag hem terug te gooien. Van burg gebeurde, dan zitten al wat. Na 9 maand serregerieën. Dan komt een dokter die je net volgde bedast. Gemunt er een spleet in zijn breed. Dan zijn de gevangenen en alle niks te kut. Toch voelt het gevangen en toch raakt de zo ramp niet uit. Matthalse! Allee! Maar dat is dingen! Klopt dan, wat zo'n schoffel, wat poep me geien! Kost jij hier de manschap morgen in Brussel? Ja, Louis, wat kan jij hier doen? Ik kom solliciteren voor een rol in een opera. Ah. Ja, het moet altijd een revue zijn, hè. Ja. Ja, ik woon ook hier nee, in Brussel, hè. Och. Ik ben overtoer met een Brusselaar in het huwelijksbootje getreden. Och. Ja, in het begin is dat een huwelijksbootje, hè. Door een duur wordt dat een oorlogsschip. Verwijt een goeie avond, hè. Halleluja, ik heb gespeeld. Ze met die lange schutten op. Halleluja, zomerstop. We dansen hier een rock'n'roll. Halleluja, want alom. We gaan al dansen, dat is niet meer. Halleluja, de hemel in. Halleluja, we dansen. Ministers die hun zakken niet vullen mee van alle mandaten, beschermen wij. Amen. Allee, bijna pater Louis, het eindexamen zal beslissen of u al dan niet mag toetreden tot onze kloostergemeenschap. Gesticht door de heilige Norbert. Vandaar de Norbertijnen. Zoals de heilige Augustus. Vandaar de Augustijnen. Ah, daar kan dat van. Toch God, dat wist ik nog niet. Zijn Norbert, Norbertijnen. August, Augustijnen. Ah, en Don Bosco, dat waren de Boskonijnen. Ja, maar het is niet meer te doen ook ervan, hè. Druk, mensen, overal. Druk. Daar heeg je er aan. Vorige week nog eens en ik onder de bus terechtgekomen, terwijl ik had zo'n dikke kniesje. Een dikke knie mee onder de bus terechtgekomen? Ja. Dat is toch niks? Die dochter van Arita was neffen, die is onder de bus of voor terechtgekomen. Die heeft net zo'n dikke bouwen. Ja. Ja, maar dat gaat wijd, dat gaat trek rond, hè. Gaat wijd rond van tijd. Gelijk ook zo'n... Gelijk, nee, grafschriften. Dat komen ze van tijd ook vragen naar mij. Begrafenisondernemers die planen hebben, die familie hebben, die iets origineel op het graf willen hebben. Komen ze naar mij. Vind ik allemaal lot, hè. Vraag grafschriften, origineel, moet ik zeggen. Lest moet ik het zelf zeggen. Overlest was er net een gemeentebediende gestorven. Familie wilde daar een grafschrift, heb ik. Voor een gemeente bedoelde. Roest zacht. Verder. Ik wil dat ik laat mijn bom.
als ik een beetje een indiscrete vraag zou mogen stellen. Ja. Maar moet uw persoonlijke meid u ook nog wassen? Maar wassen nu jezelf? Dat doe ik nog zelf. Ja, meneer, dat is wel een delicaat onderwerp, hè. Ja, naar aanleiding van dat optreden, hè, heb ik me dan toch eens scheren goed gewassen, hè. En ik vroeg zo voorzichtig mogelijk, hè. Madame, moet ik even brievenbus ook eens wassen? Brievenbuswasser, krijg hem toch in de post niet meer. Ik heb overlast nog een foto van mij laten maken, hè. En opgestuurd naar zo'n bureau waar dat ze figuranten voor een televisie vroegen. Ja, ja, dat klopt. Figuranten worden vaak gevraagd voor soaps en series, ja. Ja, maar nee, kom het zelfs. Ik stuurde die van ons, hè, naar de post. Met een envelop, met mijn foto in, hè. Weet je wat hem dat opgeschreven had? Monster zonder waarde. Kijk met hier, kijk met daar, kijk met overal. Om een gat, maar een kop en om en een galop. Om en een tien en mijn linkse been. En die reed af al die mee. Kijk met hier, kijk met daar, kijk met overal. Romantisch, roeien, holt, ik had alles al. En een dikke vrat, op mijn gat. Ja, ik heb het overal.